iemand van jouw familie zit onder de sloom en jij belt gewoon de ICE in de Help of de helporganisaties, niemand neemt op. Goedenavond, het is dag 3 na de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het aantal dodelijke slachtoffers is inmiddels opgelopen tot ruim 11.000. Turken en Syriërs in Gelderland maken zich zorgen om familie en vrienden die al nachten in de kou doorbrengen. Ik heb veel mensen verdrietig voor het nieuws. De Syrische Jehad uit Wijchen maakt zich grote zorgen over zijn familie en vrienden. Een oom van hem is door de aardbeving alles kwijtgeraakt. Ook zijn vriend Mohammed heeft familie in het getroffen gebied. Het is lastig om met hen in contact te komen. Ik had wel gisteren contact kunnen krijgen met mijn moeder. Maar nou, vandaag en gisteren kon ik gewoon niet bereiken. Als het dan wel lukt om te bellen, is het nieuws hartverscheurend. Kinderen, vrouwen, alles in de straat staan. Daar heel, heel koud, heel erg sneeuw. Geen kleden, geen drinken, geen eten. Als jij weet dat jou, misschien iemand van jouw familie zit onder de sloom en jij belt gewoon de ICE in de Help of de helporganisaties, niemand neemt op. In deze bloemenwinkel in die dam staan de dagen ook in het teken van de aardbeving. Gelukkig wonen wij in Nederland, maar er zijn heel veel familieleden nog in Turkije. De vele acties, de hulp die aangeboden wordt en het medeleven doen goed. Ik vind het heel mooi dat iedereen meedenkt en ik heb ook heel veel Nederlandse vrienden die zeggen van als er iets nodig is, ik ben er ook hier. Dus dat laat zien dat ik niet alleen sta, dat wij niet alleen staan.